Jan van Gelder is een van de uitblinkers van Ajax onder 17. De verdediger die ook op het middenveld uit de voeten kan, tekende vandaag een contract tot 1 juli 2020. We keken ernaar uit, maar we waren eerlijk gezegd ook wel een beetje gespannen. Want we hebben er lang naar uitgekeken. Dus ja, de spanning ging steeds elke dag weer een beetje omhoog. Gelijk toen ik 16 was, toen ik een gesprek had, kreeg ik gelijk het idee dat Ajax me een contract wil aanbieden. Want ze waren eigenlijk ook wel duidelijk van, ja, je gaat een contract krijgen. Dus toen wist ik al gelijk van, ja, ze willen mijn handtekening hebben. Ik heb er zelf niet zo lang over na moeten denken. Toen Ajax met een voorstel kwam, dacht ik gelijk van, ja, dit is de mooiste club van Nederland. Dus ik teken gewoon hier. Robbie, weer goed gedaan. Het klaarleggen, prima voor Lian van Gelderen. Vrije trap, indraaiend en dan van dichtbij Van Gelderen met het slotakkoord. Het is 5-2 voor Ajax en dan is de wedstrijd beslist. Eerst verzamelde gewoon een beetje het gezin bij elkaar. Mijn moeder, mijn vader, mijn broer, mijn zusje en mijn vriendin heb ik ook uitgenodigd. Iedereen lekker opstaan, ontbijten. En toen ging ik vanuit huis richting de arena. Een beetje kippenvel natuurlijk. En toen ik bij de arena was, heb ik getekend voor Ajax. Is het erop van je vader of is het van jou? Nee, mijn moeder heeft gisteren eentje gehad. Gekocht voor je? Ja. Nee. Ik stapte de auto in en eerlijk gezegd dacht ik van, wat nou als er nog iets fout gaat en dat het toch nog op een andere dag getekend moet worden, maar dat denk ik van, ja, eigenlijk gewoon aan mijn contract of alles wel in orde is en zo. Toen ik in de arena aankwam, werd ik goed opgevangen door de mensen die daar stonden. Zelf ook door trainer Heitinga die daar aankwam. Die heeft me laten zien waar de kleedkamers en zo zijn. Dus dat voelde al gelijk goed. En op het moment dat ik tekende, dat mijn ouders en zo foto's maakten en dat ik zag echt dat ze trots waren, voelde ook goed voor mij. Het is wel even wennen als er zoveel camera's op je zijn. Ik ben ook nog niet zo vaak geïnterviewd, dus ook wel even wennen. Ik ben er ook nog niet zo goed in, maar ja, ging wel goed. De interview ging wel goed, ja. Voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen, wat voor een type speler ben jij? Ik ben snel, goede sprongkracht, scorend vermogen. En ja, ik heb een goede pas, dus ze kunnen wel wat van mij gaan verwachten. Hele mooie dag voor jou. Wat ga je voor de rest van deze dag doen? Straks moet ik weer trainen. Ik hoop dat ik nog op tijd kom, maar daarna ga ik nog even naar Lucha even wat eten en dan focus op de wedstrijd van morgen tegen Groningen uit. Als je in de arena bent, heb je gelijk de zin om te gaan trainen, dus je zo snel mogelijk omkleden naar het voetbalveld. Je denkt van eigenlijk is dit pas het begin, dus je wil gelijk weer verder gaan met waar je mee bezig was. Toen ik op het trainingsveld kwam, zeiden de spelers gelijk allemaal van gefeliciteerd en de trainers ook. Dus ja, ik werd ook gelijk weer warm opgevangen op het trainingsveld. Dit is nu mijn derde seizoen bij Ajax. Daarvoor speelde ik 3 jaar bij AZ. Toen ik bij AZ speelde, heeft Ajax mij benaderd toen ik in de onder 13 speelde. Maar toen had ik het echt heel erg naar mijn zin en zo bij AZ. Dus toen bleef ik gewoon bij AZ. En een jaar daarna was Ajax weer geïnteresseerd in me. En ja, toen hadden ze me weer benaderd. En toen ben ik gewoon naar Ajax gegaan. Omdat ik ja, veel vertrouwen had in de club. Bij Ajax zijn er goede trainers. Gespecialiseerde trainers in het verdedigen bijvoorbeeld. En ik denk dat mij een veel betere speler maakt als toen ik bij AZ was, had je gewoon teamtrainers, maar niet echt gespecialiseerde trainers. Dat bij Ajax heb je wel, dus kan je beter ontwikkelen, vind ik. Het is mijn doel ook om bij Ajax hier gewoon te slagen. Ajax heeft een duidelijk plan. Ze geven gewoon aan van wat ik al goed doe en wat ik moet verbeteren. En dan ja, geven ze je oefeningen van wat je daarover moet doen. Ik kan sowieso gaan verbeteren mijn linkerbeen.
crosspasses met mijn linkerbeen. Ik moet nog beter leren met mijn vreef te trappen in plaats van met mijn binnenkant te raken. En ook soms wat harder in de duels gaan en niet zo nonchalant erin gaan. Dat moet ik ook wel verbeteren. Mentaal begint ook steeds meer mee te spelen. Vroeger was het alleen, ja, als je goed bent sta je er gewoon in. Maar nu gaat het ook om wat voor gedrag je hebt en dat soort andere dingen, hoe het gaat op school. En ja, dus het wordt steeds serieuzer hoe ouder je bent. De trainers van Ajax proberen je zoveel mogelijk te behandelen. Zoals bijvoorbeeld Erik ten Hag dat ook doet met de spelers van Ajax 1. Zodat als je die stap maakt naar Ajax 1, dat er niet zoveel verandering voor jou is. Mijn plan is om dit seizoen nog basisspeler te worden in Ajax onder 19. En dan volgend seizoen al mijn debuut maken in betaalde voetbal bij Jong Ajax. En vanuit daar gewoon zo snel mogelijk door naar Ajax 1. Zeker ambitieus, maar ik heb wel vertrouwen in dat het gaat lukken. Ajax heeft wat ook tegen me zeggen dat het mogelijk is. Ze hebben ook veel vertrouwen in mij, dus ja, dat voelt wel goed. Nou, Liam, het is weer geschat, hè? Nee. Ja. Je maakt een mooie toekomst. Oké, nieuwe fase.